Ja, alleen ik kan zelf zo niet in beeld, eigenlijk. 'S Morgens vroeg. Maar wat wil je opnemen voor Lots Leef dan? Nou, dat ik voor jou een intro-outro film heb gemaakt, Guido. En dat ik daar ook helemaal op aanga. Ja, ik ook. Ook dit jaar kreeg ik de opdracht om een intro- en outro-film van Guido Weijers Oudejaarsconferentie te maken, welke op Oudejaarsavond op RTL 4 werd uitgezonden. Eerder deed ik dat in 2014 en 2017. En dat zijn elke keer leuke filmopdrachten die ik maak alsof het autonoom werk is. In die van 2014 speelde ik zelf de gekke professor. Dat was leuk. We praten wat na op de hotelkamer de volgende dag en ik vertelde Guido dat ik van plan was om voor Lots Leef nog wat op te nemen, maar dat ik de energie daar niet voor had. Waarop hij dus spontaan zijn telefoon pakte en ging filmen. Dus even misschien wel, is dat niet dat wij, dus we zitten op een hotelkamer, maar we zijn niet zo wakker geworden. Nee, oh nee, voor de duidelijkheid. Ja, dus ja. Er zit toch de etage tussen. Maar ja, dat snap ze wel. Oh, maar ik heb echt, de luchtvochtigheid van deze kamer hier is... belabberd. Ja, nou, ik zie er gelukkig echt uit op mijn paasbest. Trouwens, de beste wensen voor het nieuwe jaar. Hopelijk wordt die veel beter dan 2020. Ik ben weer thuis. Mijn ogen zijn niet veel beter geworden. Dat is te zeggen dat het eigenlijk beroerder is geworden nog. Ik denk door het vele tranen. Maar het gaat wel over. Ik heb het wel eerder gehad. Het ziet er alleen niet uit. Verder wilde ik jullie nog even op de hoogte stellen van de PET-scan en de MRI. Mijn oncoloog was voorzichtig positief. De bekende spatjes zitten er nog, maar het is allemaal stabiel. En ook de PET-scan toonde aan dat het wel rustig is in de rest van het lijf. In de rechterlong, waar de tumor zit, bij de opening, daar was het ook een beetje onrustig. Was op de scan te zien. Daar heb ik een antibiotica-kuur voor gekregen en ik merkte gelijk dat mijn energie zo ging. Het ging daarna ook weer keihard zo. Net als dat ik nu ik de klus heb gedraaid voor de oudejaarsconferentie van Guido, is het ook wel even qua batterijtje weer wat leger. Maar goed, zoals gezegd, ik ga er wel helemaal op aan. Guido, mag ik jou zien als je de deur uitkomt? Ja, er is nog een andere shot die we ook nog een keer doen. En dus hoop ik op meer van dit soort klussen, schuinstreep, eigen werk, autonoom werk, daar ga ik voor. Ik ga niet wachten tot de volgende scan, die is eind januari gepland. En zo leef je van scan naar scan naar scan. Zo gaat het. Nogmaals, beste wensen. Geniet van het nieuwe jaar. En ik hoop snel weer wat van me te laten horen.